Wat gaan we allemaal doen met het gemeenschapsgeld van Hollands Kroon? Die vraag staat ieder jaar weer centraal in de kadernota. Wethouder Maarten Versluis wil het belang van het beleidsdocument graag onderstrepen en ontmoet de regio Noordkop daarom op de markt in Wieringenwerf. Want, zo zegt hij, de iets wat abstracte doelstellingen uit het stuk worden wel degelijk in de praktijk zichtbaar. Kort vertellen, wat is die kadernota nu precies? Ja, kadernota is wel is een product in de enorme cyclus die we als gemeente elk jaar draaien. Ik zou bijna zeggen, misschien wel het allerbelangrijkste wat de gemeenteraad, want het is echt iets dat de gemeenteraad doet, vaststelt elk jaar. Dus in die zin zou ik bijna zeggen een hoogtepunt van het jaar. Waarom is het zo belangrijk? Ik denk dat als je heel goed vooruitkijkt, dan kun je heel veel problemen voorkomen en heel veel kansen pakken. En vooruitkijken, dat doet de gemeente vooral in die kadernota. Dus als je ergens succes wil behalen, moet je dat doen in die kadernota. Is het dan ook zo dat je in zo'n kadernota zegt, wat kunnen we nu bereiken het komende jaar? Moet ik het zo zien? Ja, en dat in de kadernota is op zich een document dat vooral kansen en ambities beschrijft. Met daarbij ook wel een grofweg een soort limiet aan, vooral financieel een limiet. Ja. En dat wordt dan ook de opdracht om in een begroting meer concreet vast te gaan leggen wat wel en niet kan. Ja. Op verzoek van de raad wil Versluis het als portefeuillehouder financiën dit jaar anders doen dan voorgaande jaren. We zijn nu best eerder begonnen. We hebben nu al de eerste avond gehad waarbij raadsleden zich hebben gebogen over de ambitie. Hè? Dus zeg maar die vergezichten. En dit proces loopt langs ongeveer 6 avonden die we hebben gepland voor de raad tot aan juli. En in juli moet die in de gemeenteraad worden goedgekeurd. Ja. Op termijn wil de wethouder bij de kadernota meer ruimte laten voor burgerinspraak. Hij spoort inwoners aan om zich vooral te melden bij hun lokale volksvertegenwoordigers. Ik zou het ontzettend leuk vinden als er meer mensen zouden meedenken en meepraten. En in dit geval vooral via die fracties. Ja, dit is wel echt iets van de gemeenteraad. Ja. Maar voor nu, als mensen dus wel iets willen zeggen over die kadernota, is eigenlijk het devies om je te melden bij je volksvertegenwoordiger, om het zo maar even te zeggen. Ik zou dat altijd, als je iets wilt en je weet niet waar je terecht kan, ga sowieso. Ja, ik zou dat echt aanbevelen. Ja. Even concreet, wat nou als de raad zou zeggen, we willen dat de gemeente Hollands Kroon meer gaat inzetten op verduurzaming. Hoe vinden we dat dan terug in die kadernota? Nou, er zal dan een ambitie beschreven worden dat de raad dit wil. En vervolgens zal er onder die ambitie zullen er wel wat meer concretere voorstellen worden gedaan. Ja. Maar dan zou er staan onder verduurzaming met bijvoorbeeld de ambitie om in een bepaald jaartal een zekere reductie van de CO2 te hebben. En dan gaat de raad ook wel bepalen op welke manier ze dat willen gaan bereiken. Ja. En het wordt dan ook nog de kunst, en dat is ook wel interessant, om dan te meten een jaar later of je ook bereikt hebt wat je wilde. Dus in het document komt ook terug wat is er vorig jaar hierover gezegd en hebben we dat bereikt? Nou ja, dat is natuurlijk wel iets wat zeg maar in het einde van die cyclus zit, in de jaarrekening met name. Dan kijk je vooral terug van wat wilden wij en hebben we dat nou ook bereikt. En ik ben er groot voorstander van, altijd ook geweest als raadslid, om dat vooral meer aandacht te geven. Meten wat je wilde en evalueren of je dat gedaan hebt. Ja. En dan kijken of je je koers wil bijstellen, of je ambitie wil veranderen. Eigenlijk kijken of jij je werk wel goed hebt gedaan. Uiteindelijk is dat ook een manier om te kijken of het college het werk goed gedaan heeft. Ja, zeker.